biemig op de bank zitten Wendy, Wendy Kremers en Monique Gerritsen met Brandon en Sam. Ja, ik zag het net al aan het begin van de uitzending. Het is vandaag Werelddouwdag. Wat hield dat dag eigenlijk precies in? Nou, Werelddouwdag strijdt eigenlijk in het kader van 21 maart, oftewel trisomie 21. Dat wil dus zeggen van elke cel van 21, of ja, chromosoom 21, zijn er 3 in het lichaam Bikingamadon aanwezig. En daarom hebben ze 21 maart is er voor gekozen, inderdaad. Ja. Als de dag. Ja, en is dat voor dicht dan ook een speciale dag? Ja, een hele speciale dag. Ook persoonlijk een hele speciale dag, maar ja, over. Voor hem een hele speciale dag. Ja, en doet je dan ook het bijzonders? Ja, gewoon genieten. Ja, en heel dag genieten aan hier natuurlijk. Televisie, ja. Op televisie. Dat gebeurt niet ja. Iedere dag. Nee, precies. Ja, nou, Sam Walier, daar was hij vorige week vrijdag al te gast. Dus ze zit er ook bij, dat is helemaal gewend, hè, Sam? Helemaal relaxed. Ja, je zit ook bij, je hebt een stichting, hè? Limburg, Sint-Down-Syndroom Limburg on Tour. Ja. Nou, hij had afgelopen zaterdag een heel bijzonder evenement in Molfort. In Molfort, ja, klopt. Vertel er eens gedeelte. Het was het Limburg Artiestenfeest. En dat hadden we eigenlijk georganiseerd sowieso in het kader van Werelddouwsyndroomdag. Plus we wilden er een extra tintje aan geven, omdat we in november de Limburgse Vrijwilligers Award hadden gewonnen. Dus dat hebben we extra groot uitgepakt met vele Limburgse artiesten, vele ja, vrijwilligers die ons hebben geholpen. Het was een super dag. Echt ja, super dag. We zien hier achter de beelden. Ja, en Marlene Rutte, die heeft het gepresenteerd. Die is vandaag ook bij ons te gast. Niet om te presenteren, maar ze geeft vandaag voor ons zingen. Ja, het was dus een groot succes, hè, Ovend? Ja, echt complimenten voor de. We hebben nog niet metgedaan aan de organisatie, maar voor diegenen die het wel gedaan hebben, de vrijwilligers, echt grote complimenten. Dus volgend jaar echt is er weer een speciale dag? Ja, ja, wordt vervolgd. Ja, nu vroeg ik me toch af, hoe is het voor u als moeder om een kind met het syndroom van Down te hebben? Heerlijk. Ja? Ja, ik kan niks anders zeggen. Zou hem helemaal kwijt willen. En als ik nog een zwanger zou raken, het zou me weer gebeuren tegen het weer. Ja, want je wist tijdens uw zwangerschap al dat uw kindje het syndroom van Down zou hebben. Ja. We zien er ook een heleboel moeders die dan besloten om hun zwangerschap af te breken. Ja. Want heb jij ooit over getwijfeld? Nee, geen seconde. Nooit? Geen seconde. Nee, zelfs ooit voordat we zwanger raakten, zei Rob en ik al tegen elkaar, mochten we ooit een kind krijgen met Down, dan is ons dat gegeven, dan is dat zo. Dus net zo welkom. En hoe heeft het uw leven veranderd? Ja, gigantisch. Ze hebben inderdaad, je hebt meer aandacht en je hebt meer dingen nodig, maar ja, het is een geweldige kinder. Heerlijk. Ik heb zoveel liefde en zoveel leuke dingen vanavond. Ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven, nee. Kijk ze hier zitten. Ja. Hey. Hoe vindt Soed om hier te zien? Zeg maar, ik heet. Zeg eens hoe je heet. Zeg eens wat. Hoe heet jij? Hey. Nee. Kijk, je vindt het, nee, je ziet op de achtergrond ziet er van alles. Dat is natuurlijk veel. Het feest. Het feest. Dat wordt ze ook bij, toch? Ja. Dat worden ze allebei bij. Ja, ja. Ik heb me voorstellen dat niet iedereen er heel positief op reageert. Hoe is dat gegaan toen Sam geboren werd? Nou goed, het voordeel is natuurlijk al dat we in de zwangerschap wisten dat Sam Down had. Dus de koers zichzelf al heel goed op voorbereiden. Maar de koers is ook die omgeving erop voorbereiden. Ja, reacties zijn zeer divers. De ene gaat er heel positief mee om. Ja, de andere gaat er toch op een andere manier mee om. Als dat ze zelf gewild of gewenst had. En dat, ja, dat kind goed uitpakken of niet goed uitpakken. Maar de leerster ook soms inderdaad die vreugd doorkennen. Dat absoluut. Ja. Maar is er dan echt serieus vreugd die hebben afgehaakt? Nou ja, afgehaakt in die mate dat ze op een gegeven moment toch vriendschap op een lager pitje kwam te staan. Hè? Dat ze op een gegeven moment niet meer zoogs of minder huurde, dus inderdaad. Maar omdat ze het dan moeilijk vond je voor zich of omdat ze er dan niet met om wisten te gaan? Of wat is dan de reden? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt nog gevraagd. Ik heb gezegd van, ik ga me er ook eigenlijk niet mijn tijd in investeren. Want ik vind het veel belangrijker om mijn tijd in positieve zin te investeren in Sam. Maar ding ook tot nu tegenwoordig het. Ja, ook niet meer echt in de gaten hebben. Die zijn zo ontzettend met zichzelf bezig. Ja, begrijpelijk natuurlijk. Mm-hmm. Dat andere dingen natuurlijk vergeten werden. Maar natuurlijk zijn er ook lui wat moeilijk vinden om zich te benaderen. Om er met hem te gaan. Omdat ze niet goed weten wat ze moeten zeggen of wie ze het moeten zeggen. Ja. Mm-hmm. En hoe is dat voor dich? Wat zijn die ervaringen ermee? We hebben op dat moment alleen maar heel positief. Ik ben dus 2 dagen op de basisschool. Ja, dat is. Oh, echt? In welke groep zit er? Ja, groep 1. Dus, groep 1 gebeurt van een reguliere basisschool? Ja, ja, ja. Ja, en het gaat allemaal goed? Ja, je hebt al heel veel vriendjes en vriendinnetjes. En helemaal geweldig. Dan 3 dagen op het Brombeemkin in Sint-Odiliënberg. Ja, hij vindt het gewoon helemaal geweldig.
En hij leert ook overal zijn eigen dingen heel goed. Dus hij begint nu echt met praten. Ja, dus ja, daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Hè? Zien logopedisten is ook hier. Ja, ja, ja. Dus daar gaan we het ook hebben over de spraak en alles. En kijk, ze zitten hier. Wat... Fantastisch. Ja, ik heb liefst al die hele uitzending bij. Hè? Ja, ja. Die hele uitzending zit hier.